is woensdag en wij zijn wakker. Gisteren, Grazia Award Show. Oh, ik heb gewoon de award gewonnen van de Grazia Fashion Award. En dan de Influencer Award. Dat is echt super awesome. Ik heb ook gewoon heel eerlijk gezegd de hele tijd. Ja, ik weet niet zoveel van fashion. Ik ben er helemaal niet zo goed in. Maar ik vind het wel gewoon een eer dat ik überhaupt genomineerd was. En ik vind het zo cool dat ik heb gewonnen. En mijn haar. Wauw. Ik moet het heel even doen. Want ik heb natuurlijk altijd een probleem hier. Ik heb extreem weinig haar. Oh, dat is de enige. Ik zei ook gisteren tegen Mariette. Kunnen we hier niet iets met extensions doen? Maar dan moet ik echt gewoon een pruik gaan dragen. Ik heb gewoon heel weinig haar daar. Maar dit moet ik dan heel even wel zo meteen stylen. En dan verder... Kort haar. Dit is toch bizar. Gaan we nog even opmaken. En eerst even ontbijten. Of zal ik er een roller in doen? Even kijken hoe dat valt als ik er... Nee, maar dan moet ik het met mousse preppen. Nee, ik ga het even met steltang doen. Want gisteren was het ook met steltang gedaan. En nu is het weer, zit er weer een soort van knik in. Ik ontbijt met een restje met bonen en rijst die we hadden. Ik heb me opgemaakt en ik ga voor het eerst mijn haar nu doen. Dus zelf stylen. Het is ik vind het trouwens naar achter echt heel cool. Zo, ik kan niet wachten om het een keer zo met gel naar achter te dragen. En ik wil heel graag met een zijscheiding, maar ik heb dus gewoon een heel lastig haar voor een zijscheiding. Maar ik had het gisteren met Floor over. Weet je wel, Floor waar ik ook les van heb gehad toen ik haar deed. Ze zag mij en die zei gelijk, oh my god, je haar is zo cool. Ik dacht ook, yes, Floor approved. Maar ja, ik ben er zelf gewoon ook... Oh, ik ben er zo blij mee. Ah, echt. Nou, in ieder geval. Ik ga het gewoon stylen. Ik wou gewoon dat ik hier zo weinig haar heb. Hier, echt. Echt. Volgens mij moet ik zo weg. En ik ben blij dat de lengte precies zo is, zeg maar. Dus echt op mijn schouders. Ik merk wel dat er een kleine flip in komt. Vind ik niet eens zo erg, naar buiten of naar binnen. Dat wil iets schattigs hebben ofzo. Maar ik kan niet wachten met de krultang en dan lekker warrig en met golven mee te spelen. Oh. Zo, dit gaat zoveel sneller dan met dat lange haar. Ik heb trouwens serieus wel eens gekeken naar haartransplantatie voor hier. Omdat gewoon door mijn hormoonstoornis ik er zo weinig heb. Maar dat duurt dus jaren. Bij vrouwen, bij mannen gaat dat anders. Ik heb dat hele proces van Rutger en Nessie natuurlijk ook gevolgd. Echt super fascinerend. Maar ze moeten het dus wegscheren. Dat kon je bij hun ook zien. Bij vrouwen is dat dus ook zo. Dan zou ik dus kaal zijn. En vervolgens komen die millimeter haren. En dan duurt het nog echt 5 jaar voordat je zeg maar weer een normale lengte hebt. Dus ja. Nee, dat vind ik toch een beetje te ver gaan. Dus ik zou het misschien doen als ik al een kale plek had. Zo echt extreem. En, maar nu, nee. Nu moet ik het maar doen met mijn dunne haar. Ja, en ik had natuurlijk die front lace wig. Nog steeds liggen, maar die is in de paarse kleur. Maar ik vind het zo extreem. De keren dat ik hem op had, had ik echt... Ik dacht, oh, het is... Oeh. Ja, ik weet niet. Het is echt een pruik, weet je wel. Zo. Kijk, normaal, als iemand dus zo'n pluk heeft, dan is het echt een volle pluk. Maar nee, dat heb ik dus niet. Ik ga een beetje achter, een klein beetje... Volume typage doen. Even kijken hoe het eruit ziet. Ik mocht van Jet dus niet voor te proberen of volume, maar alleen achter bij mijn kruin. Het is wel heel stijl nu, hè? Voor die awardshow gisteren wel leuk, maar misschien voor everyday iets te... Ja, dat is meer mijn ding, denk ik, voor everyday. Om er een soort van golfjes of flip in te hebben. Nou jongens, ik kan uren over haar praten. Oh. Ik ben er in ieder geval extreem blij mee. En ik ga denk ik dit weekend bij de Ark ga ik gewoon heel erg met de krultang spelen en zo. Ik denk dat we er zijn. Wacht, nog één keer. Zo.
een beetje... Ja, een beetje warriger. Dat is beter, hè? Ja. De geur die ik opdoe is... mistig. Dit is wat ik vandaag aan heb. Zwart shirtje met een knoopje erin. Mijn lila broekje. Deze schoentjes. En mijn Dior handtasje. Look of the day. Top, het is aan het regenen. Oké, wij zijn onderweg naar de stad. We allebei afspraken. We zijn er, kijk die regen. Ik vind Jan Doodle mijn haar gesteld. Jan Doodle. Mijn haar gesteld. Of gaat naar de kapper zo meteen ook. Kijk, mij is mijn little unicorn pony stijl. Met die kleuren. Maar ik heb een regenjas mee. Ik zit hier te lunchen met David. Hoi. Hallo, check even zijn coole sleeve. Echt heel vet. Maar wacht, eerst beginstukje dit. Is helemaal ingekleurd. Maar vervaagt dit nog of niet? Dit? Ja, deze lijn wel. Die is nu ook aan het vervellen. Ja. Maar dit is op zich nu wel allemaal goed gekleurd. Ja, zo ja. Cool. Puzzelstukjes. Ja, ja. Echt vet. We gaan weer naar huis. Ja. Dit weer. Regen. Het is echt verschrikkelijk weer. Morgen? Ja. Morgen zijn we in Barcelona. Uh-huh. En dan gaan we dus naar de Ar. En gelukkig heb ik mijn zonnebril weer. Ja. Ja, net was net met Nick, want die had zijn zonnebril op sterkte, die was ik in de auto vergeten bij hem. Yes. Mijn fout, mijn fout. Nee, en ja, nu gaan we dus naar huis, eventjes wat werkdingen afmaken, editen. Hopelijk zijn we op tijd klaar. Ik denk het ook. Ik heb goede hoop. We hebben alleen nog een bagage. Ja. Prima, neem niet veel mee. Hij heeft een leuk panter overhemd gekocht. Of tijger, of weet ik veel. Nee, panter. Panter. Panter is toch zwart? Nee, dat is een zwarte panter. Anyway, en dan toen zei ik, hij appte een foto. Luipaard. Hij appte een foto en toen zei ik, kan je even een maatje kleiner voor mij meenemen? Want het is zeg maar dierenthema, avondfeest en ik zeg niks. Dus dan hebben we hetzelfde aan. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Alleen we hebben niet dezelfde broek natuurlijk. Nee, ik doe denk ik een rokje aan of zo. Dan bij. Oh. Oh. Nou, dat ga ik niet doen, nee. Nee. Zou ik het ook gewoon doen, Rocky? Nee. Oké, Rocky Rocky. Rokje Rocky. Wij zijn weer thuis. Voor eens even wat eten. Dit hoesje zat in de goodiebag van gisteren. Hoe leuk is het mobiele hoesje? Hij is voor 6 en 7. En hij past dus perfect. Wat moet je doen? Ik vind hem echt leuk. Nou, ik heb ook... Wat bedoel je? Die andere was voor jou. Oh. Nou ja. Ik vind nou ze ja, cute. Die heb ik zo aan. Juist. Oh, die andere is ook zo leuk. Wow. Wat vind je? Oh. Ja. Ze hebben zelf gedaan dat je het Apple logo wat je nog ziet. Ah, ja, inderdaad, ja, eromheen. Oh, ik vind die ook echt heel leuk. Kijk nou hoe cute. Ik kan gelijk snuffelen. Dit ben jij. Dit zijn jullie. Liever. Foef heeft dus dit gekocht en dit is mijn voor ons. M-versie. Zonder zwart shirt eronder dan. Ik denk gewoon met de bikini en dan. Ik ook weet je, met dit is voor de animal party denk ik wel leuk. Ik denk het ook. Met je bikini? Wacht even, ja. Met mijn mankini, hè? Dit is eigenlijk een soort van cover-up-achtig ding voor mij. Het is nu een mannenoverhemd. Ja. Ja. Kan ook aan, zo, voor een zwart strak. Hier. Nee. Ik denk... Zo. Ja. I like it. Willen jullie iets heel erg heartbreaking zien? Foefje had gisteravond die schoen laten zien welke hij aan had. Had hij aan. Toen heeft iemand, ik zal de naam niet noemen, maar ze zit ook in Couple Goals. Gewoon per ongeluk een drankje eroverheen gegooid. Maar het is vast. Ja, dit is, ik hoor letterlijk. Don't break my heart. Say you love me again. Voef je met z'n schoen. Ik dacht dat je eigenlijk ging zingen. Wat? Wat dacht je? Welke? Hello darkness. My old friend. Goh, het is gewoon een beetje deprimerend. Dus hoe die daar de hele tijd naar die schoen zit te kijken. Van, ik ga het er naar buiten krijgen. Ja, maar ik ga het nu doen. Ja, ga je het doen? Nou, gewoon. Proberen. Gewoon normaal proberen. Nee. Ga nog niet te hardcore mee. Want dan moet ik met een borstel zijn. Omdat het suède is, is het een beetje eng. Oh. In ieder geval, arme Foef. Kan gebeuren, kan gebeuren. Ja, natuurlijk.
Oh my god, het is tijd om in te pakken. Wij gaan naar de Arkmar, gaan we er zo veel zin in. We gaan inpakken. Het is nu 10:30, de taxi is er. De taxi is er 4:15. Dus ik hoop dat we snel zijn. Fof is al bijna klaar. Hij moet zijn video nu nog editen en dan... Ik ben nog meer eten. Neem jij niet mee, die blouse? Nee. Oh, anders trek ik die misschien wel aan. Okay. Ik vind het zo'n leuke blouse. Iemand had ook gecomment. En dat idee had ik ook om dit met die lila broek te dragen een keer. Die heb je vandaag aan? Ja, vandaag. Ja. Ik dacht echt... Great minds think alike. Ik vind hem ook zo leuk. Beetje mijn kleding weer inpikken. Hé? Hey. Weer. Is wel zo. Ik vind sowieso jouw kleren leuker dan de mijne altijd. Wat vind je van deze nieuwe? Ja, die is zo cool. Ik heb die vandaag gekocht. Ik heb ook in het zwart met een lastje shirt en deze hoodie. Ik ga inpakken. Focus op de inpaklijst. Let's go. Oké, ik ben er. We vliegen met de maatschappij die dit als handbagage toelaat en dan één extra stuk. Dus voel wat een heel slim idee om de vloeistoffen dan... Ik hoop dat ik dit zo mee mag nemen hoor. Om die dan zo in die tas te doen. Zodat ik deze niet eens hoef te openen. Dat zou chill zijn. Het is 1:15. Ik ga slapen. Over 4:45 is die er. Ja, 4:45 is het. Damn it. Maar ik ben blij. Want ik heb even net voor het zeker mijn administratie gedaan. En gelukkig maar. Anders was er van alles van mijn rekening geschreven. Het is zeg maar nu dan. Ja, het is nu de 31ste. Maar... tijdens de cruise is het de eerste. Ja, administratierekeningen, bla bla. Gelukkig heb ik het even gecheckt. Maar goed, oké. We gaan slapen. Wel trust en bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie ook zo zin hebben in onze cruise. We gaan naar de Ark. Er zo zin in. Don't worry, er wordt voor de katten gezorgd. En ik ga slapen. Wel trust en bedankt voor het kijken. En tot morgen. Bye bye bye.